Binnen linksaf. Iedereen kent het verhaal. Het is zo vaak verteld dat het intussen een cliché is geworden. Talentvolle jongen belandt via Nieuwbuinen en Older Boys in het Go Ahead internaat. Daar waar alleen de allerbeste worden toegelaten. Een soort supertalentenkwekerij. En iedereen weet wat volgt. Een strooptocht op progressieve laarzen langs verenigingen van naam en faam. Jongenskamerclubs. Veendam, Cambuur, MVV, Haarlem, Mekka. Another day, another road. Van Applenokkers Flophouse tot de Lange Leegte en weer terug. Vrouwen wilden hem hebben. Mannen wisten dat ze hem onmogelijk konden zijn. Voorzetten met de geodriehoek afgepast. De tijd dat Ruud Krol zijn kuif scheef kon schelden. De tijd dat je nog een reclamebord kocht en er vleespens op zette. Vleespens. Wat een tijd. En de linksback, hij schopte voort. Naar wat er zoal bewoog. Een bal, een paar benen. Hoe groot de eer door hem geschopt te worden. Af en toe stoomde die op. De Maxwell van de Veenkolonie. Draven langs de lijn. De bal met buitenkant links voor zich uitduwen. Boeren, burgers en buitenlui verdrongen zich tegen de hek. Een broekje zo kort dat je het er heel lang over zou kunnen hebben. Een schaar als een pas uit een zojuist bedachte dans. En de tegenstander, hij deinsde terug, wankelde achteruit en viel om door de kracht van de suggestie. En niemand die weet wat er van de linksachter is geworden. Hij is opgegaan in de stilte die past bij het genie. Al het andere kunnen we het best interpreteren als één lange, laatste schijnbeweging. Ja, mooi. Waren dit enige beelden op de hoogtepunten van die schaar? Hij speelde het. Het is in kleur, laten we daar eens mee beginnen. Wij dachten ook dat het vooral het zwart-wit tijdperk zou zijn. Hoeveel spelen we eigenlijk? Ik heb die schaar en die voorzet gezien. Ja, nou en? Weten de mensen thuis nou dat hij onder ex is of niet? Ja, dat is niet gezegd. Dat staat bij het. Dat was Johan Dijk. Voor de zekerheid. Dat staat bij het begin van het filmpje, staat altijd al wie het is. Nee. Dus, maar het kan zijn een van de eerste linksbuitens die tot linksbuiten werd gebombardeerd. Ja. Ja. De Maxwell van de Veenkolonie. Ik denk dat we schieten. Dat zei Frank Heijnen. Maar als je hem zo ziet spelen, denk je. Oh. Ja, je hebt twee beelden. Ik kan het zeggen. Okay. Johan Dijk, van harte gefeliciteerd met je verjaardag deze week. Dankjewel John, dankjewel Yevgeny, Sjoerd en Pierre. Studio Voetbal is volgende week terug. Goedenavond.